Van krantenjongen tot biljonair. Verschillen. Er zijn een heleboel verschillen tussen mensen. Zo heb je dikke en dunne mensen. Je hebt mensen die heel gezond zijn of die ziek zijn. Je hebt mensen met blond haar of met bruin haar. Al deze verschillen zijn biologische verschillen. Hier kijken we bij maatschappijleer niet naar. Waar kijken we dan wel naar? We kijken naar verschillen in geld, zeggenschap en aanzien. Wat bepaalt mijn sociale positie? De belangrijkste reden voor je sociale positie tegenwoordig is je beroep. Daarbij hoort natuurlijk een salaris. En dat bepaalt voornamelijk welk plek je in de maatschappij hebt. Status. Status is iets wat je van andere mensen krijgt, doordat ze tegen je opkijken. Mensen met veel status zijn bijvoorbeeld bekende sporters, de minister-president of chirurgen. Mensen met weinig status daarentegen zijn bijvoorbeeld zwervers en vuilnismannen. Wanneer we kijken naar de inkomensverdeling in Nederland, valt het op dat er een hele grote groep is die ongeveer een gelijk loon heeft. En dat er een kleine groep is met een heel hoog loon. Dit alles bepaalt dan weer je positie op de maatschappelijke ladder. Let op het poppetje met witte kader eromheen. Je begint eigenlijk allemaal onderaan de maatschappelijke ladder als je net geboren bent. Vervolgens ga je leren. Doordat je dan een beroep leert, klim je op de maatschappelijke ladder. Je gaat werken. Misschien gaat het wel heel goed en verdien je heel veel geld. Het kan natuurlijk ook tegenzitten, waardoor je weer daalt op de maatschappelijke ladder. En tenslotte, wanneer je eventueel met pensioen gaat, daal je weer verder op de maatschappelijke ladder, omdat je je invloed van je werk opgeeft. Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder noem je sociale mobiliteit. Een verschil tussen arm en rijk in Nederland is bijvoorbeeld wanneer je geld verdient, kun je dingen kopen. Als je minder geld gaat verdienen, kun je natuurlijk minder kopen of misschien wel helemaal niks meer. Terwijl wanneer je rijk bent en je dus veel meer geld hebt, kun je natuurlijk ook veel meer kopen. Wat is nou van invloed op jouw sociale mobiliteit? Ten eerste het gezin waarin je opgroeit. Of je aangeboren talenten hebt en of je daar ook aan werkt. En tenslotte ook bijvoorbeeld welke leerkrachten je hebt. Wordt er op jouw school bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan zwakkere leerlingen, dan zullen zij het later beter doen wanneer daar weinig aandacht voor is.